Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over het eerste seizoen van de nieuwe anime, The Elusive Samurai. Ik was totaal niet bekend met The Elusive Samurai, dus wat mij betreft kwam deze anime een beetje uit het niets, maar ik ben heel blij dat ik hem toch gekeken heb. The Elusive Samurai is in bepaalde opzichten een redelijk traditioneel verhaal met gewoon ouderwets Japanse setting en zo, en de hele cultuur van ninjas en samurais en dat soort dingen. Maar tegelijk is het qua presentatie en hoe alles is neergezet ook gewoon een van de meest unieke takes op dat hele tijdperk die ik ooit gezien heb. Want normaal gesproken verwacht je toch wel iets redelijks volwassen en duisters. Want het ging er ook allemaal best wel serieus aan toe bij die samurais natuurlijk. Maar dat betekent niet dat er ook gewoon wat ruimte is voor wat meer luchtig materiaal. Maar voor de Elusive Samurai is dat dus deels waar en is het veel kleurrijker en vrolijker dan dat je misschien zou verwachten van oud Japan. Maar wanneer het nodig is, is het verhaal ook gewoon bloedserieus. De Elusive Samurai in kwestie en onze hoofdpersoon is dus letterlijk een kind waarvan in de eerste aflevering heel zijn samurai clan soort van heel zijn familie afgeslacht wordt. Hij is eigenlijk dus wel de rechtmatige troonopvolger van Feudal Japan, maar hij moet dus vluchten omdat er een heel politiek spel gespeeld wordt voor die troon. Het hele elusive aspect komt dus ook gewoon uit het feit dat hij steeds moet wegrennen en zo, en in een groot deel van dit eerste seizoen is wegrennen dus ook gewoon zijn beste wapen. Maar vrij snel komt hij Fubuchiki tegen, als dat zijn naam is. Het is in ieder geval een soort wijze oude samurai guy die hem dus gaat leren, die een beetje zijn Gandalf mentorfiguur wordt. En deze guy is zo wijs en magisch en zo, dat hij dus zelfs kennis heeft van de echte wereld en dat hij dus ook gewoon heel veel meta-humor levert. En dat is dus ook wel een van de wat minder serieuze aspecten van de serie. Maar tegelijk legt hij dus ook de prophecy voor die dan weer wel serieus genomen wordt. En het vervullen van de rol voor die Elusive Samurai en het opgroeien van hem, dat wordt wel gewoon echt met respect en serieus behandeld. Hij heeft dus als lord natuurlijk ook retainers nodig en verschillende samurais aan zijn zijde. En in dit eerste seizoen is hij dus heel erg bezig met het recruiten van nieuwe vrienden. Want terwijl hij dus op de vlucht is, leert hij verschillende mensen kennen, raakt hij betrokken bij verschillende zijavontuurtjes en zo. Maar elke keer houdt hij er dus wel een nieuwe alliance aan over. En wanneer we dus richting het einde van dit eerste seizoen komen, heeft hij echt wel gewoon een hele party om zich heen. En dat is dus ook wel gewoon een groepje waarmee je nog komende seizoenen op quest wil gaan. Maar zoals ik al zei, groeit de Elusive Samurai zelf dus ook al op. En richting het einde van dit eerste seizoen is hij zelf dus ook gewoon betrokken bij echt grootschalige en epische battles. En ze doen het ook wel op zo'n manier dat het wel realistisch blijkt dat het nog steeds een kind is en zo. Het is niet opeens alsof hij zich gelijk al kan meten met de allerbeste samurais in Japan. Het blijft wel gewoon realistisch. Maar dit is dus wel een personage waarvan ik eigenlijk hoop dat we door de seizoenen heen gewoon die progressie gaan meemaken en dat we hem dus langzaam zien opgroeien naar echt een volwassen en badass samurai van zichzelf. Tot die tijd zijn die zijpersonages ook gewoon super grappig, super tof in elkaar gezet en is dit dus ook gewoon een hele leuke party al. Ook qua slechterikken hebben ze zeker wel een aantal interessante personages weten neer te zetten. Want de grote slechterik waar onze Elusive Samurai zelf dus al tegen vecht is ook nog eens verbonden met boeddhisme. Het is natuurlijk wel zijn verdraaide en verknipte versie van boeddhisme, maar dat zet dus wel de deur open voor bepaalde karakterprogressie voor zijn personage, die ik zelf in ieder geval niet per se zag aankomen. Dat is dus ook wel het mooie, een beetje dat Naruto effect, dat de Elusive Samurai zelfs al in zijn kindvorm, elke keer als hij dus iemand ontmoet, weet hij wel echt een indruk op ze achter te laten. Dus ja, ik hoop dat de Elusive Samurai gewoon heel snel verlengd gaat worden voor een tweede seizoen, want ik wil dus zeker meer zien van deze anime. En het is dus wat mij betreft een van de meest creatieve en in ieder geval op visueel vlak een van de mooiste anime's van het jaar. Zoals ik al zei, niks is meer kleurrijk en gewoon overdreven in zijn presentatie als de Elusive Samurai, maar het weet gewoon heel goed voor zich te werken voor deze anime. En het zet daarmee dus ook gewoon echt een eigen identiteit neer. Dus ja, wat mij betreft is Elusive Samurai zeker het kijken waard, maar laat me vooral weten wat jij van deze anime vindt wanneer je het eerste seizoen ook gezien hebt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.